meetwagen achter mij heb je al een aantal keer voorbij zien komen. Tijd om te gaan kijken wat daar allemaal in staat. Ik ben Arjan Hensen, ik ben hier bezig in de meetbus van TNO. Ja. Hier staat het allemaal, het speelgoed. Wat er nodig is om te zorgen dat we kunnen zien wat er buiten in de lucht hangt. Ja. En ik leg je daar graag een ander over uit. Ja, we willen dus weten hoeveel methaangas er vanaf die booreilanden de zee opwaait. Ja. In het kader van de broeikasgasproblematiek. En daarvoor hebben we het hardst belangrijkste instrument om dat te doen. Deze doos hier achterin. Dat is een laserspectrometer. En die zuigt lucht aan. En dan kunnen we kiezen waar vandaan we dat halen. Want we willen niet onze eigen uitlaat van het schip meten. Dus we hebben een monster inlaat helemaal boven op voor op de boot. We hebben een monster inlaat aan de achterkant aan beide kanten. Dus afhankelijk van hoe de wind aankomt, kunnen we kiezen hier met de schakelkranen. De lucht van links, rechts en van voren. Ja, dat zijn die torens. Dat zijn die meteomasjes en de inlaten. Ja. Die slangen komen hier binnen, worden hier eventueel nog gedroogd en vervolgens gaat het dan dit instrument in. En om te bepalen hoeveel methaan hier gemeten wordt, maakt dit apparaat gebruik van het broeikaseffect. Deze gassen die we zoeken, die absorberen, die halen infrarood licht weg uit wat ze aangeboden krijgen. Daarom zit hier een laser in. Die schiet door een cel met twee spiegeltjes, schiet hier licht heen en weer. Zit daar nou methaan in, dan verdwijnt een gedeelte van dat licht, want dan wordt er het methaan opgevangen. Dat is het broeikasgaseffect. En dit instrument meet in één keer een stuk of 10 verschillende stofjes, in verschillende kleuren zeg maar, van het spectrum. En doet dat met 10 metingen per seconde. Dus als wij door zo'n pluim heen varen om te kijken van hoe zien wij iets van een platform afkomen, dan kunnen we dat prima in beeld brengen. Gecombineerd natuurlijk met GPS die boven op het dak staat om te kijken waar zitten we. Gecombineerd met de meteo die moet vertellen van en waar komt de wind vandaan. Ja. Dus dit is het belangrijkste instrument. Daarnaast krijg je uit de installaties waar er staan natuurlijk ook generatoren en verbrandingsmotoren en dat soort spul. En er zijn schepen die rondvaren. Ja. En daarom hebben we hier een hele luchtverontreiniging set aan deze kant staan. En dan meten we dus mee NOx, meten deeltjes, meten de deeltjesgrote verdeling. En deze zijn eigenlijk om te documenteren van zitten we nou in de pluim van een schip, meten we toch een keer ons eigen schip. Dus een soort zekerstellen van de data die uit deze grote zwarte doos komt. Ja. Nou, dan hebben we nog zo'n spectrometer, dat is dit apparaat. En met deze, die hebben we gekoppeld aan een ton waar zeewater in gespoeld wordt. Ja. En dan weten we hoeveel methaan er uit het zeewater zelf komt. Ja, dat is de blauwe ton die aan het extra. Dat is de blauwe ton die gepompt wordt daar. Ja. En dan sluiten we af, althans we sluiten deze ton hier af. En daar meten we hoeveel methaan er per seconde uitkomt. En dan kunnen we terugrekenen naar wat er dus de lucht in gaat vanuit het water. Dan zijn er nog componenten die we niet online continu kunnen meten. En die verzamelen we dan in van dit soort bolletjes. Die zuigen we leeg, zuigen we vacuüm en vervolgens als we ergens op een plek zijn, draai je het kraantje open, zuigt het ding zichzelf vol. En daar nemen we het dus straks net wat mee van huis, om naar die gassen te kijken die we niet continu hier kunnen meten. Als je die metingen doet, heb je dan ook gelijk de data waar je wat over kunt zeggen? Ja en nee. We kunnen natuurlijk zeggen van we zien hoge pieken of we zien geen hoge pieken. Ja. Dat is één. De volgende stap is dat je gaat kijken van en hoeveel moet je nou bij zo'n platform loslaten om te meten wat wij zien. Ja. Er zit een, minstens 500 meter volgens tussen, maar soms 1000. Ja. En dan moet je dus vertalen van ik meet hier een piekje en hoeveel moet ik nou daar loslaten om dit piekje te krijgen. Dat kan je doen door het gebruik te maken van een verspreidingsmodel. Andere mogelijkheid, maar die hebben we niet overal, is dat je een tracer gas loslaat op een platform. Ja. Waar je precies weet van nou, dit is 2 gram per seconde. Ja. En dan heb je die verdunningsfactor. Ja. Dus dan weet je, als ik daar 2 gram loslaat, meet ik 10. Dus als ik dan vervolgens met metaal 25 meet, dan is het 2,5 keer. Ja. Die moet sterker. En op die manier kan je dus ook redelijk snel een eerste orde verband hebben. Tracer, dat is waarvoor Werner Ops op het eiland is gekomen. Om de kraan open te draaien. Ik kom op de terugweg nog even bij je kijken. Dan wil ik graag weten hoe het gegaan is en wat je eerste indruk is van het experiment. Ja, dat moet ik doen. Oké, succes. Jij ook, dankjewel.